afstand gereden. En dan heb ik een 500, 5 kilometer, een 1000 en een 1500 gereden. En de eerste dag was dus op vrijdag en ik mocht starten met de 500. Nou, het verliep dus allemaal wel vrij goed. De start was dus niet zo echt perfect. Maar ik had dus een goede ronde. En ik eindigde dus op 38,70. En daarna mocht ik 5 kilometer rijden. En dat verliep ook helemaal heel erg goed. Want Leen die liet me dus eerst weggaan op een schema van 7,08. Dus ik moest rondjes 33,5 beginnen. En nou, toen ik eenmaal bezig was, toen reed ik dus steeds rondjes 32. En die kon ik dus steeds volhouden. Maar Leen die schreeuwde alweer van, ik moet ietsjes langzamer. Maar dat ging dus niet. Die rondjes 33 die bleef ik dus volhouden. En toen kreeg ik dus een tijd van 6,56. We hebben je zien rijden, maar wie is Falco Zandstra nou eigenlijk? Ja, ik kom dus uit Heerenveen en ik woon een 100 meter van de ijsbaan af. En ik ben begonnen met mijn 7e jaar aan het schaatsen. Dus ik begon dus op houtjes en zo ga je verder. En nou ja, ik zit dus nu 4 jaar vrij dicht bij de top. En laatste jaar zit ik dus echt bij de top. Zoals het afgelopen weekend rijden bijna alle toppers eraf op 5 kilometer behalve Ben van den Burg. Falco Zandstra, dat is een leuke, nou, een flatte jongen. Hij houdt veel van sport en ja, hij is hier in Heerenveen, is hij geboren, 27 december, net na de kerst. En ja, hij houdt heel veel van sport en daar staan we dan ook helemaal achter. Nou, we vinden, mijn man en ik, ook hartstikke leuk dat hij, dat het heel goed gaat met hem. Maar ja, er zijn ook andere dingen, hè, dat hij nog moet doen. Hij gaat naar school. En ja, we vinden toch ook dat hij, en hopen, dat hij dat ook goed doet. Nou, een paar van deze afkortingen. Falco, zou jij die betekenis even op bord willen zetten? Hoe kan jij je sport met school combineren? Nou, het is wel vrij makkelijk. Elke keer dus als ik een trainingskamp heb, dan gaat een begeleider van Jong Oranje dus hier naar het KNBO toe. En die vraagt dus als ik vrij mag hebben. En dat gaat vrij makkelijk. Ik krijg dus veel medewerking van de KNBO. En zit allemaal wel vrij goed. Jan Smits, nou wordt er veel gesproken over jouw spillebenen. Ik heb ze gezien, maar het is ook niks hoor. Nee, mijn benen zijn dus ook wel vrij dun. Ik denk dat het misschien door de bouw is. Ik ben vrij lang en daardoor worden mijn benen denk ik ook wat dunner. En ik ben ook vrij tenger gebouwd. Maar ik vind dat mijn bovenbenen, dat gaat nog wel. Alleen die onderbenen zijn zeg maar verschrikkelijk dun. Iedereen praat maar steeds over jouw benen. Word je daar nou niet gek van? Nou, in het begin valt het nog wel mee, want dan zeggen ze gewoon spillebeen. En dat vind ik dus niet erg, want ik heb dus ook spillebenen. Maar ze beginnen nou ook al over stelten, latten en gespierde spijkers.
Nou, het begint natuurlijk op laatst een beetje te vervelen. Maar ja, ik hoop dat het naarmate de tijd rijper wordt, dat het overgaat. Is natuurlijk bij het schaatsenrijden zijn de kuiten bijna het meest onbelangrijk. Hè? Want je doet het met een geweldige strekking uit het kniegewricht en het heupgewricht. Maar zeker niet uit de voet. Dus aan ontwikkeling daarvan, dat doe je ook bijna niet hooguit met lopen. En voor mij hoeft het ook niet dikker te worden. Ik hou het alleen maar tegen. Hij hoeft er niks aan te doen? Nee hoor, wat mij betreft niet. Je had je kunnen plaatsen voor het Europese kampioenschap. Maar waarom heb je dat nou niet gedaan? Nou, met overleg met Leef Veronde heb ik dus... een conclusie getrokken dat een 10 kilometer dus niet goed voor mij is. En in die twee maanden, dan moet je nog eens een NK Allround erbij en een WK Heren. En dan in die wedstrijd moet je steeds weer een 10 kilometer rijden. En dat houdt mijn lichaam dus niet vol op zo'n jonge leeftijd. Waarom kan een jongen van 18 jaar zelf niet beslissen dat hij wel of niet naar het Europees kampioenschap gaat? In de eerste plaats zal hij dat moeten bewijzen dat hij dat kan. He, met andere woorden, dan had hij de hele wedstrijd moeten rijden. En om te voorkomen dat, dat hij dus de mogelijkheid had om als derde of vierde toegevoegd te worden, heb ik gewoon beter gevonden dat hij dat niet moest doen. Falco, wat zijn nou je ambities op schaatsgebied? Nou, ik denk dat dat de Olympische Spelen wordt in 1992. En proberen om een plak te halen. Zo, dat is niet niks.